zou ik graag willen weten, Gwen, waar heb je nou gewoon echt geen zin om over te praten? Waar heb je echt genoeg van, misschien te veel over gehad? Daar ben je gewoon klaar mee, hoor. En daar wil je niet op Nederlandse televisie over hebben. Nou, waar ik er te veel over heb, is seks en drugs. Ik vind het wel heel leuk, maar het zou wel een uitdaging zijn als het daar een keertje niet over gaat. Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, lekker breed. Seks en drugs. Dus over andere leuke dingen wel. Prima, oké. Okay. Over al het andere wil ze wel praten. Hou je mond maar even vast. Zo. Ja, we gaan het regelen. Ja? Ja? Succes met het interview. Dankjewel, collega. Allereerst, Gwen, ontzettend leuk dat je te gast bent hier in mijn programma. Eerste vraag, heb je makkelijk kunnen vinden? Ja, redelijk. Fijn. Ja. Gwen, heel even over jouw carrière. Ja. Hoe ben je precies op de plek gekomen waar je nu bent? Even. Ja, dat is een gek verhaal. Ik ben iemand die, weinig talenten heeft. Dus ook hierboven in het bolletje zit helemaal niets. Het is puur mijn lichaam. Dit lichaam is mijn cv. Nou, dat is een indrukwekkend cv, jonge dame. Noem eens een programma wat jij altijd al, wat je nog altijd zou willen doen. Welk programma moet ik jou voorstellen als presentatrice? Ik werk toe naar Cool TV. Naar? Cool TV! Cool TV! Cool TV? Ja. Je bedoelt, 's nachts zo'n belspelletje. Hoe dieper in de nacht, hoe beter het mij past. Nou, wij van dit interviewprogramma willen altijd gelijk dingen in de praktijk brengen. Vinden we superleuk. Mag ik dan doen alsof ik een beller ben en jij bent dan de presentatrice van Cool TV? Ja. Wat zeg je? Niks. Maar het leek alsof je het echt een heel leuk idee vond. Het is ook zo. Voordat we dit gaan testen. Ja? Je weet hoe belangrijk mijn lichaam is geweest in mijn carrière. Dat weet ik. Zou je het eens willen betasten? Dit lichaam stel ik beschikbaar voor dit interview. Wauw. Oké. Waar wil jij beginnen, mannetje? Nou, ik zou misschien met een rustige... Rustig.